De Switch. Geef je loopbaan een nieuwe boost. Ja, luierikken, daar is geen plaats voor. Hè. Hier in onze pop-up koffiebar in de Veldstraat nummer 13 in Gent. Wel mensen die poten aan hun lijf hebben, zoals wij dat zeggen. En die een bruisend hoofd hebben van ideeën. Mensen die iets willen doen met hun leven, die van carrière willen switchen. Ze is enthousiast, hè? Ze is enthousiast, ja, hè? Ik heb dat graag. Ja, dat mensen is, die ja, bij wie het niet stilstaat zo. Want stilstaan is achteruit gaan. En als je zo een ideetje hebt, dan moet je zeker langskomen bij ons. En dan kan je adviezen winnen bij Lien en Wiebeke. Want die zitten hier, hè? Dat zijn loopbaancoaches. En ze werken samen met de Universiteit van Gent, dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja. Zeg, hoe kunnen jullie mensen eigenlijk helpen die hun loopbaan een andere wending willen geven? Wel, werkenden kunnen eigenlijk surfen naar de website inzicht.be, ja, waar ze hun loopbaanvraag kwijt kunnen en eigenlijk hun contactgegevens kunnen achterlaten. Ja. En dat wordt dan gedispatcht naar de loopbaancoaches voor die regio. Mm-hmm. En binnen de 2 dagen nemen we eigenlijk telefonisch contact op, eigenlijk mm-hmm. heel snel. Ja, dat is snel. Om een afspraak in te plannen, een infogesprek eigenlijk, dat is heel vrijblijvend en ook gratis. Mm-hmm. Ja. En welke tools gebruiken jullie daarvoor? Wij doen dat eigenlijk aan de hand van gesprekken, opdrachten, testen, oefeningen, vragenlijsten die we de mensen eigenlijk laten invullen. En dan komen ze bij ons langs om daarover te reflecteren. Uh-huh. Een voorbeeld van die testen, dat zijn heel wat persoonlijkheidstesten die we hebben. Ja. Waarbij dat eigenlijk de persoonlijkheid van iemand wordt gematcht aan een jobprofiel. Ja. Ook beroepentesten, van welke sector past bij iemand. Ook bedrijfscultuurtesten. Dat zijn eigenlijk meer testen die gaan kijken van oké, wat voor iemand ben je en binnen welke bedrijfscultuur pas je. Ja, ja. En dan heb je daar rond ook nog allerlei opdrachten rond kwaliteit en vaardigheden en waarden. Kunnen mensen zichzelf goed inschatten tijdens zo'n test? Goh, wij werken met een zeer ruime doelgroep. Alle profielen, zowel hoog als laag geschoold, zijn bij ons welkom. Ja. En wij merken wel dat mensen weinig zicht hebben op het aanbod in de arbeidsmarkt. Hè. Ze zitten vaak vastgeroest in hun eigen sector. Anderzijds kan het ook door de loopbaancoaching een bevestiging zijn dat ze juist goed zitten op de plaats waar ze zitten. Komt ook vaak aan bod. Ja. Ah ja, dat kan ook, hè? Ja. Jullie hebben niet stilgezeten daarnet. Wie hebben jullie op bezoek gehad bijvoorbeeld? Misschien kort nog. En wat zijn zo de vragen geweest? Wel, we hebben eigenlijk iemand gehad met toch wel een klassieke loopbaanvraag. Want de vraag die man had, is toch wel een vraag die vaak bij ons terugkomt. Want we zien heel veel mensen die op dit moment zoiets hebben van ik doe mijn job eigenlijk wel graag, ik vind dat ook tof. Ja. Maar zij stellen zichzelf de vraag van ga ik dat wel binnen 10 jaar nog altijd graag doen? Ja. En ja, wat is er in de toekomst nog mogelijk voor mij? Welke job past er dan bij mij? Mm-hmm. Ik heb daar eigenlijk geen idee van. En ze willen eigenlijk wel wat perspectief daar rond. Ah ja, ja. En die mensen kan je dan ook helpen? Ja, daar bieden wij ook ondersteuning aan. Hè. We hadden dan ook een man die zei van ik sta nu eigenlijk op het randje van een burn-out. En zo zien wij heel veel mensen die zeggen van het is echt niet oké, of ze zijn al een aantal maanden thuis. Mm-hmm. Hè. En die zeggen van ik wil eigenlijk niet terug. En ik vraag me echt af, ja, waar moet ik nu terug naar? Hoe moet ik solliciteren? Een goede cv? Ik weet niet hoe dat ik dat in elkaar steek. En die daar ook wel ondersteuning rond vragen. Ja, het is een sprong in het duister vaak, hè, die de mensen afschrikt. Ze moeten eigenlijk zekerheid loslaten om dan in iets nieuws te gaan. Maar soms is springen goed, hè? Ja, zeker wel. Dat hebben we al gemerkt. Ja, hè? Ja, goed. Lien en Wiebeke van Inzicht, loopbaaninzicht.be. Dankjewel. Jullie zitten hier nog een half uurtje. Dus als je nog vragen hebt, jullie zijn welkom in de Veldstraat.